Wat moeten we daar nou mee? Waar moeten we nou een doos met monsters? Oh oh. Ik wil geen monsters. Ik ook niet. Wat doe jij nou ver? Ja, de monster weg. Oh, zal hij er last van hebben? Ja. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, we willen geen monsters. Nee, hè? Nee. Ah! Wat leuk dat jullie weer komen kijken naar een nieuwe vlog. En wij hadden het in onze vorige vlog aan jullie laten zien. Want dat was het ook alweer. Een unwasted box, dat was het. Unwasted. Een unwasted. Mm-hmm. Yeah. Die hadden we de vorige keer geunboxed. En dat was een zeer aangename verrassing met die hoeveelheid chips walnootjes. En weet ik veel wat allemaal wat we nog hebben gekregen. Lekker. Maar wij hebben vandaag weer een unboxing video. En dit keer van de... Monster! Monsterdoos! Maar voor de vaste volgers van ons, weet dat het niet de allereerste keer is dat wij een monsterdoos hebben. Want in de lente hebben wij ook al een keer zo'n monsterdoos gehad. Ja, dat was de lente-editie. Ja, nou ja, jullie snappen welke editie dit dan is. Ja, het staat er niet op. Nee, dat niet. Nee. Ja, heel maar goed. Het is inderdaad de winter-editie. Ja. En dan over nog wat? Een gezins... editie, oh, toch? Gezin. Ja, maar volgens mij zijn ze dat... Oh ja, ik heb dat inderdaad een gezinseditie besteld. Ja, precies. En het is gezin. Een van de laatste versies geweest. Hij is op dit moment helaas uitverkocht. Ja. Ik denk wel dat er nog wel weer een andere variant komt. Want ze doen meestal nieuwe dingen er weer in. Ja. Maar ja, de winter duurt nog lang. Dus ik neem aan dat die nog wel gewoon eventjes blijft. Want ja, het is tenslotte pas net winter. Is het dan weer een lente dus? Ja, dan is het ook weer een lente. Ja. Maar niet weer anders is maar dan... Maar we zijn de zomer vergeten. Ja, dat is wel zo. Ja, dat is dan een goede reden om dan volgende zomer weer een zomer. En de herfst? Hebben we ook niet meer in die wachtzak eigenlijk. Nee, moeten we even goed in de gaten houden volgende jaar. Dat is een goeie. Maar in ieder geval, dit is dus niet de eerste. Maar ja, wel heel leuk om jullie weer te laten zien natuurlijk. Dus ik denk dat wij eens eventjes gaan uitpakken. Ja. Maar goed, wij weten dus niet zeker of deze nog online gaat komen, de wintereditie. Want er stond bij verkrijgbaar tot 20 december en ik heb hem op 19 december besteld. Dus ja, en nu staat hij inderdaad op de website als uitverkocht. Maar dat mag de pret niet drukken. Wij laten met alle plezier aan jullie zien wat er in die box zit. En het grote voordeel van de monsterdoos is, het is niet het principe van Too Good To Go of de Unwasted box die we hebben gehad. Hier zitten gewoon producten in die nog een lange houdbaarheidsdatum hebben. Maar vooral nieuwe artikelen, promotie. Ja. En wat we hebben betaald is €14,99. En ik ben heel benieuwd wat de waarde dan ongeveer gaat zijn van de producten die wij hieruit gaan halen. En ik ben dan heel erg benieuwd waar die K voor staat, hè? De K. Ja. Ja. Wij denken van Kinter. Kinter. In plaats van winter. Er zit ook kind ook in. Misschien dat het iets voor het kind is en kinder. Als het goed is, zitten er ook producten bij voor kinderen. Nou, we gaan het gewoon zien. Je mag hem openmaken, Nova. Dus trek die. Wat is het? Plakband. Er maar af. Ik hou hem tegen. Je gaat goed. Heel goed. Nou, de box is open. We hebben nog niet erin gegluurd. Maar de eerste wat we eruit pakten, dat waren wat papiertjes. Zoals een leuke kleurplaat. Waarmee je ook weer een leuke dingen kan winnen. Prijs kan winnen. Voor de rest zit waarschijnlijk er een collercatje in, want vaak zitten er ook flyersjes bij van producten die in de box zitten, maar dat gaan we vanzelf zien. En dan ook tortilla. En iets van een tortilla. Of nee, trouwens niet alleen tortilla, gewoon de... Wraps, we care. Ja. Nou, we gaan het zien en Nova die wil, zoals gewoonlijk, altijd weer het eerste product eruit te halen. Nou schat, pak hem maar. Dat voelt leuk. Dit voelt heel klein. Nou, laten we maar zien. Hey, een soort drinkontbijtje of zo. Nee. Dat is zo'n ook voor kinderen, zeg maar. Weet je wel, eigenlijk zo'n babyhapje ook. Oh. Maar die zijn altijd lekker nog. Ja. Plus. Ja. Oeh, appel, pineapple en coconut. Dus appel, ananas en kokosnoot. Dat lust jij wel. Ja, lekker. Dat weet ik zeker. Ja. Yes. Nou, je mag hoor. Yes. Laat zien, jongen. Het is overigens een heel zwaar pakket, hè? Oh ja, dat echt, het was echt heel zwaar, vertellen. Ja. Ik ben heel benieuwd, wat je nu hebt klinkt ook niet heel zwaar. Nee. Hé! Hey, wat heb je? Een dat is een eend. Eend. Oh, ik moet hem op zijn kop. Ja, duckflavor. Ja, maar deze eet ik wel eens vaker. Ja, meestal kip. Deze heb je nog nooit op. Deze ook nog nooit op. Nee. Nou, maar die gaan we wel lekker hoor. Wel proberen. Ja, precies. Zo, hé. Hey. Jouw beurt. Daar gaat ie. Dit. Wat? Huh? Oh. Hey. We hebben iets van pastijtjes. Volkorenmeel. Tarwebloempastijtjes. Oh, okay. Lekker. Oké. Nou, moeten we die gaan maken, hè? Ja, dat is lekker. Als er nou ook nog ragout in zit, dat zou ook wel leuk zijn. Dat gaan we straks zien of dat zo is.
Ja, en nu mag Nova weer. Oké. Wat ga je pakken? Ik voel nog zo'n ding. Echt? Nou, kijk maar dan. Pak hem maar. Oh ja. Hé, hey, nog een organic. Exact dezelfde. Het is ook echt dezelfde smaak inderdaad. Ja. Kijk. Oh, dan kan ik die ook proeven. Hallo, Henk. Oh ja. Maar misschien zitten er wel drie in. Oh, dat kan nog. Ja. Lekker. Yay! Yes. Yeah. Woe, nou, ik ben benieuwd. We zijn echt net pas begonnen. Ik heb iets drinken, denk ik. Echt drinken? Ja. Oh, lekker dubbeldrank. Sinaasappel en perzik. Oh, geef eens. Oh. Lekker. Oh, dat is echt gewoon een flesje, ja. Dat is een plastic. Wat grappig. Dubbeldrank. Nou, dat komt helemaal goed. Lekker, lekker. Ja, zit dat lekker? Ja hoor. Dat kan wel werken. Zit ik in de klas de hele dag. Oké. Dit voelt, mag ik gokken? Ja. Iets van tortilla's. Want dat zo voelt het. Oké. Ja, dat zijn die weekend dingen van die flyer. Ja. Oké. Nice. Kijk, ja, het is nou precies hetzelfde als het plaatje, ja. Ja. Lekker. Jij mag weer. Probeer eens te gokken wat je denkt dat het is. Een fles. Nou, pak hem er maar eens uit. Komt-ie. Heel zwaar zie ik aan je hoofd. Zo, oh ja. Wow. Ja, dat maakt het zwaar. Hé, en dat is een passievrucht. Bubbelfris. Ja, maar mango passievrucht. Ja, mango en passievrucht. Oh, dat ziet met er goed uit. Met sugar of iets. Met fruitsap. Dat ziet er echt super goed uit. Oh, maar dit is wel de verklaring waarom die al wat zwaarder was. Ook zwaarder is. Was, ja. Echt al, klopt inderdaad. Een liter fles. Lekker. Leuk. Yes. We gaan hier graaien. Er zit echt nog wel heel veel in, maar ook heel veel kleine dingetjes. Ja, wat denk je? Chocola. Oké. Wat? Ja! Hoe wist jij dat? Oh, ja, dan voel je aan de verpakking. Oh, is dit echt wat ik denk dat het is? Oh, met speculooscreme! Nee, toch? Wow! Oh, die lusten wij niet, hè? Speculoos. Jawel. Dus we hebben een lotus, inderdaad, melkchocolade. Met speculooscreme. Oh, dit is echt te erg. Eigenlijk is weer 1 januari is lijn, dus we moeten voor 1 januari maar even opmaken. En ook al de shipping van de volgende pakket. En dan kunnen we daarna weer goed gaan afvallen. Ja, dan is de fitnesskamer misschien ook binnenkort klaar. Ja, daarom. Komt goed. Yes. Oeh, spooky. Yes, pak maar. Oké, ik ga voor deze. Hij is heel klein. Oké. Ik denk. Nee, ik weet het niet. Wat is dat? Oh, dat is zo'n proteïne... Proteïnebar. Ja, zoiets. Eat natural protein pack met pinda's en chocolade. Oh, lekker. Grappig. Gewoon zo'n klein soort mueslibar. En Nova gaat weer pakken, hoor. Ja. Nova gaat weer pakken. Er liggen nog meer kleintjes in. Ik zie er wel geen... Ik weet het echt niet. Nou, pak maar gewoon. Hey! Ricola. Wat is dat snoepje? Ja, lemon mint. Dat zijn van die kruidenpastilles, van die reclame. Mint. Hoeveel zitten erin? Één. Eén. Oké. Eén suikervrije kruidenpastille. Oké, zo'n sampletje. Ja. Oké. Woep, woep. Er zitten ook wat kleine dingetjes in. Ja, er zitten helemaal kleine dingetjes in. Maar ik heb iets groots. Oké. En ik denk dat ik ga drinken. Drinken? Okay. Ja, ook heel zwaar. Oeh. Wiki aardbei. Alles die in zulke verpakkingen. Nou, misschien eerst niet, maar het zat ook nieuw bovenaan. Dus ja. Ik denk dat dit gewoon, omdat dit de populairste smaak is misschien, dat ze die in een 1,5 liter gok ik gedaan hebben. Nou. Ja. Dat is echt wel. Ja, ik ben benieuwd, ja. Zero sugar. Ja. Hè? Lekker. Ik ken ze alleen maar aan die knijp dingetjes van Wiki. Ja, gewoon die kleine pakjes. Ja, precies. Ja. Nou, dit is echt wel 1,5 liter pak, dus kunnen we vooruit. Oep. Hoe zie je dat zo snel, 1,5 liter? Ja, maar dat weet je. Zoals die ijsthee van ons en de taxi. Ik denk een liter, dus ik kijk... Nee. Ja, maar onze taxi en ijsthee en zo zijn ook dit soort pakken. Die zijn ook 1,5 liter. Maar... Ja, grappig. Mm-hmm. Goed bezig. Mooi, volgende. Oh. Yes. Eens. Ja, ik denk slang. Even, ik hoorde het. Ja. Eens kijken, wat heb ik hier? Oh, ik heb een paar van die kleintjes. Zal ik die eens in één keer? Die liggen bij is elkaar. Is wel handig, hè? Anders duurt die vlog zo lang. Ik weet niet of ik alle kleintjes nu heb, maar ik heb nu degene die hier lagen bij elkaar. Dat zijn er 3. Heb ik nu gepakt. Oké. Okay. Oh ja, kijk, dat zijn gewoon die. Ja, dat zijn gewoon allemaal van die... Daar hadden we er al 1 van. Ja, dus hebben we er nu 4 van. Ja, ik weet niet zeker of er ergens nog eentje verdwaald ligt in de doos, maar dit zal ik nu... Die komen vanzelf tegen en dat zien jullie uiteraard in het resume op het einde van deze unboxing. Yeah. Oké. Okay. Lekker hoor. Nova, jouw beurt. Oeh, graag. Okay.
Ik zie zo'n hoofd nu. Wat denk je? Doe maar pakken, schat. Pak hem maar gewoon aan. Oh. Wat heb je? Het is een handcreme. Handcreme? Hand en nagel. Ja, een hand- en nagelcreme. En dat is dan waarschijnlijk voor de droge... Ja, intensive care en moisture voor dry and stressed hands. Dus hebben we dat in de winter? Handen. Maar hebben we dat in de winter? Zo, ik heb dat heel erg. Ja? Ja, ik heb hele droge handen. Ja, maar dat verklaart waarom dit in een winterpakket zit natuurlijk. Ik heb altijd tussenin van die witte, heel droge handen. Oké. Okay. Dus het is wel grappig. En het is dus camille, hoe zeg je dat? Weet organic, hoe zeg je dat nou? Camille? Camille, ja. Camille, dat was hem. Ja. Camille. Huh. Wauw. Spannend! Daar komt ie. Wat is dit? Dat weet ik niet. Dat weet ik ook. Alles zijn. Oh, het kan alles zijn. Ik zie het niet. Ik zie het. Wij zien het. Wat is het? Fijne havermout. Havermout? Lekker. Oké. Ja, kijk maar. Oh ja. 12 plus. 12 maanden. Dan mag jij nu... Oh, 12 maanden. Ja, 12 maanden. Oh ja, 12 maanden. Ja, 12 plus en dan maand. Dus dat is vanaf 1 jaar. Dat is 12 maanden. Dus jij mag dit wel? Maar lusten jullie ook dit? Ik lust dit zeker. Ik niet volgens nee, mij. Jij hebt het nooit gelust. Nova weet het denk ik niet meer. Je hebt het vroeger heel veel gegeten. Samen met mij. Ja, vind je babytje was... Ik vind dit heerlijk. En dan het liefste. Ik ben benieuwd als mensen nu kijken of die het herkennen. Het raaien. Liefste... Met kaneel. Ja, ook dat. Maar het liefste dat mijn lepel erin blijft staan. Zo heel dik. Dat je dan echt gewoon, zeg maar, je lepel erin doet, die gewoon rechtop blijft staan. Ik vind dat echt heerlijk. En lekker warm, nou, kaneel. Laat het in de reacties appeltjes. Achter, als jij het ook super lekker oh ja, vindt, als je nog leuke, lekkere dingen die je erin kan doen. Ik doe ook vaak nootjes erin en zo. Dus ja, ik vind het echt lekker. Oké. Okay. Lekker. Deze. Ja. Ja? Nee. Wat is dat? Oh, daar hebben wij niet veel aan. Koffie. Koffiebonen. Nog niet, hè? Nog niet. Nog misschien niet, dat er ooit de koffiemachine precies, komt of zo. Precies, dus we bewaren het zeker nog. Maar het zijn Lor Espresso. Ik hou ook niet van espresso, sowieso niet zo van koffie. Maar dat is dus voor de intense smaak. Ja. En die zijn best prijzig, hè, die koffiebonen. Ja, die zijn echt heel prijzig. Ik hoef ze nooit te kopen, maar ik zie het wel eens in de winkel liggen. Ja. Ze zijn echt inderdaad duur. Oké. Okay. Ja, prima. Ja. Hé, en Nova gaat blind graaien met de andere hand. En kijk eens hoe goed ze dat doet. Woe! Hé, hey, oh lekker. Een jammetje. Een jammetje. Een jammetje. Met welke smaak? Wat zijn dit? Ook alweer? Kersen. Ja, kersen. Kersen. Ja. Kersenjam. Kersenjam, net als je een kersenlolly. Lekker. Was die lekker, die lolly? Ja, dan lust je die jam ook. Mooi. Mooi. Toch is dat altijd wel leuk, zo grabbelen in zo'n ton, hè? Het blijft gewoon het verrassingseffect. Er zitten echt nog veel spullen in, hoor. Ja? Ja, 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 ja. Veel kleintjes nog zeker. Ja, ook. Ja, ik film even niet die kant op. Dan nee. zien we denk ik nee, al wat erin zit. Ik heb iets nu weer. Oké. Okay. Komt-ie. Oké, okay, 3, 2, 1. Oeh, lekker. Couscous. Oh, is dat couscous? Ja. Kant en klaar. Die is lekker. Ik heb die nooit gebruikt nog, maar ik zag hem laatst ook al staan. We hebben ook wel eens van die pokeball rijst kant en klaar. Hebben we ook van deze wel eens gebruikt. Oh, oké. Okay. Dus couscous zijn, is dat rijst met die, rijst. Waar we vaak die krentjes in zitten, weet je wel? Die is lekker. Lekker, lekker, lekker. Next. Oh, spannend. Ik zit vast. Spannend. Deze. Het voelt als 3 reepjes. Oh, chocola. 3 roodjes. Wat is het? Oh, Wilhelmina pepermunt. Pepermuntjes. Maar dan suikervrij. Ja, ja. Ah. Er zitten zeker suikervervangers in. Ja, zoiets. Die zijn vaak nog slechter, toch? Aspartaan. Ja, toch? Ja, dat is vaak inderdaad wel dan, ja. Ja. Dat is vervanging ervan. Oké, okay, maar het begint alweer lekker afwisselend. Niet afwisselend, hoe noemen we dat? Jawel, wel afwisselend. Ja, afwisselend, dat is heel verschillende dingen. Ja, het zat ook op pepermuntpastilles met zoetstoffen. Ah. Dus het is wel gewoon, maar dan nog, het is wel grappig om een keer te proberen. Oké. Okay. Jouw beurt, Nova. Jouw beurt, jouw beurt, jouw beurt. Jouw beurt, jouw beurt, jouw beurt. Heel leeg. Oh, heel leeg. Oh, nou pak het. Is het een veer? Het is wel groot. Nee, maar het is... Oh, het rammelt. Laat zien. Ik denk haagslag. Laat zien. Het ruikt ook een beetje naar haagslag. Hoe laat zien? Bijna. Nee, het is geen haagslag. Bijna. Wat is het? Het is iets van koffie. Nespresso. Almond macchiato. Oké. Okay. Nescafé Gold, maar is het, zijn dit nou Almond zakjes Almond macchiato. Oh, het zijn kant-en-klare zakjes, sachets. Oh, dus gewoon warm water? Strooi de inhoud van een sachet in de koffie, oh, schrijf een kwant water bij en dan inderdaad... Die nemen we ook mee op vakantie. Is het goed? Ja. Almond macchiato. Ja, nou is weer mijn beurt. Ik graai, ik voel en ik heb iets van een... Het lijkt wel iets van een noedel iets. Noedel? Ja, daar heb ik wel van die plastic bakjes. Ja. Ja, okay, ik heb nog niet gekeken, klopt het?
Ja. Ja? Klopt wel. Ja. Echt waar? Japanse curry. Kijk nou! Soba. Japanse curry? Ja. Wokstyle soba Japanse curry. Ready in 3 minuten. Ja, en deze boxen die zijn dus echt wel geschikt voor mensen die ook wel alles durven te proeven natuurlijk. Want als je ja, wat de boer niet kent, vreet hij niet persoon bent, dan heb je hier niet zoveel aan natuurlijk. Want dit ga ik echt wel proberen. Tuurlijk, ja. Maar dit is ook wel lekker denk ik. Ik denk het ook wel. Ik weet niet of het pittig is dat ik aan het zoeken, maar staat er niet bij. Zet ze er niet op joh. Nee. Dat je eerst de hand neemt. Ja, nou je mag gelijk graaien. Oké, ik ga gelijk graaien. Mm-hmm. Ik neem deze. Papa! Twee, oh maakt niet uit. Wat hebben we? Ik heb die vindt Nova lekker. Wat zijn dat? Snoepjes. Nee, het zijn volgens mij gedroogde fruit. Organische? Gedroogd fruit. Ja, dus gedroogd fruit, ananas. Oh, lekker. Lekker. En die andere kleine? Ik heb volgens mij de Napoleon. Napoleon proef dingetje. Ja, Duo zwart, drop van ja, Boos. Precies. En een zwart-wit. En oh, yo. Lekker. Oh, yo, Nova. Wat heb je trouwens een gaaf shirt aan? Die heb ik nog helemaal niet gezien. Dat is jouw gemaakte tie-dye shirt. En ze hebben die vlog nog niet gezien? Kijk dan eventjes op ons kanaal, want dan laten we zien hoe we dit helemaal hebben gemaakt. Dit is die van jou, hè? Dit is die van Nova. Jij die is gemaakt zelf. Die is echt wel super gaaf. Draai eens om. Ik heb je rug nog helemaal niet gezien. Wow! Ja, hier zit geen wit meer in, hoor. Deze is helemaal mooi roze met kleurtjes. Je hebt er veel op gedaan, hè? Wauw. Oké, je mag graaien. Reep. Nou, pak het dan. Oh. Nee, het is geen reep. Wat is dat? Iets met een spray, denk ik. Oh nee, zalf. Arnie Floor zalf, eerste hulp. Eerste hulp? Dus denk ik als je... Dat is voor kinderen, hè? Ja, als je valt en die blauwe plek iets hebt. Oh, dat is heel veel. Ik heb heel veel blauwe plekken. Ja, daarnaast wel... En hoe kom je dan aan die blauwe plekken? Weet je niet, hè? Dat is altijd verrassend. Ja, ineens heb je een blauwe plek erbij. Ja, maar dat weten wij zelf ook nooit. Nee. Maar inderdaad voor de cosmetische verzorging van blauwverkleuring van de huid. Oké. Okay. En de ondersteuning voor herstellend vermogen. Nou, perfect. Als ik weer gewond raak met de zolderverbouwing. Ja, als Nova ergens weer een koprol maakt ineens ja, of zo. Ja, dan kunnen we dat mooi gebruiken. Doe jij eens voelen hoeveel er nog in zit? Ja, ik ga tellen. Ik ben benieuwd. Ik denk er niet zo heel veel meer, toch? 1, 2, 3, 4... Vier, denk ik. Oké. Okay. Het zijn er niet veel. Nee. Maar ik pak gewoon iets eruit. Oké. Okay. Dat had ik niet verwacht. Maar gezichtsdoekjes. Oh, hey, handig. Voor make-up. Ja, precies. Gewoon in de avond even je... Zijn gewoon vochtig, neem ik aan. Ja, vochtige doekjes. Hey, dat is handig. Hey, dat is echt wel handig. En 99% gewoon geen alcohol toegevoegd. Ja, geen alcohol heb je daar wel aan. Ja, zo, ja, ik wilde zeggen, heb je een doekje opeten. Ja. Ja, maar dit is inderdaad wel handig. Okay. Mooi. Oké, we hebben eventjes goed gevoeld. We hebben nu nog totaal 3 artikelen. Maar 2 artikelen die zijn hetzelfde, denken we. Die voelen hetzelfde, die liggen op elkaar. Dus ik denk dat dezelfde zijn. En de andere is ja, iets heel plats. En als we nou even goed naar het begin van deze vlog gaan. Dus jullie even terugdenken. Dan hadden wij een flyertje die we lieten zien. En die hebben we nog niet gehad. Nee. Dus laat even in de reactie weten wat jij denkt dat er nog gaat komen. Ja, we wachten heel even. Dan kan je nu snel typen. Dan mis je niks van de vlog. Nee, precies. Of als je mee live nu kijkt met de première, kan je of met de première kan je inderdaad nu even snel klikken. Type. Ja? Oké. Okay. Nou, we gaan snel door. Nou, ik ben benieuwd wat jij eruit gaat pakken. Grap door. En hadden jullie het goed, jongens? Want ja, we hadden deze, hè? We hadden inderdaad die collecatcher flyer. En die hadden we nog niet gehad. Maar hier zitten dus... Dit is een proefsimpel. Ja. Van, er staat er niet bij hoeveel erin zit. Ik denk gewoon 1. 1 doekje of misschien wel iets meer. Nou, maar deze kunnen we juist goed gebruiken bij het wassen van dat shirt. Ja, maar die moet eerst pakken met de Zo'n 3 keer met de hand gewassen worden. Die durft niet in de wasmachine. En dan mag die in de wasmachine. Maar om ervoor te zorgen dat niet al onze andere was een andere kleur krijgt, kan je die doekjes dus erbij gooien. Precies. En dan hebben we nu de laatste artikelen. En die mag Nova gaan pakken. En ik denk dat Nova... Ja, wat denk je? Chocola. Chocola? Echt? Hebben we chocola? Nou, laat maar zien. Ja! Twee verschillende Oh, het zijn wel verschillende. Wow. Appeltaart. Wacht even, appeltaart. Koffie. We hebben gewoon milka appeltaart, jongens. Ik wist niet dat... Een genietmomentje. Ja. Limited edition. En we hebben koffiesmaak. En dat is ook super lekker. Ja, dat vind ik vaak chocola wel lekker. Ja, hè? Ik lust geen koffie. Maar die café noir koekjes en dit soort chocola met koffie en zo. Inderdaad, die vind ik dan wel vaak weer lekker. Jeetje, maar wat slecht. Appeltaart. Oh. Mmm.
Zo, dat is gewoon echt weer een, nou, gewoon bijna een tafel vol aan spulletjes. Oeh, een hele helft. Nou, we hebben echt inderdaad weer veel. Heel erg gevarieerd. Echt gewoon van make-up doekjes naar eten, naar drinken, naar koffies, naar echt onwijs veel dingen. Dus ik ben heel benieuwd, want ja, de waarde zijn natuurlijk ook, zijn benieuwd naar de waarde. Maar volgens mij kunnen we niet alles misschien terugvinden, want het zijn natuurlijk ook sampletjes en kleine dingen. Dat maar, klopt. En als ik het goed heb geteld, hebben wij 27 artikelen zo, gekregen. En dan heb je ook die vier kleintjes helemaal losgeteld. Ja, die vier kleintjes zijn even losgeteld. Ja, precies. Ja, klopt. Nou, top. We gaan eventjes naar het resume. Dan kunnen jullie alles nog één keer rustig zien. Ik tel 29. Ze hebben gewoon fout geteld. Nee. Ja, jawel. Wel. Nee. Nou, mama, scheidsrechter. Ik ga voor 28. Oké. Okay. Dat is midden. Nou, we hebben nog even dus de samenvatting. Ik hoop dat ik alles nog weet, maar anders dan speak ik even. We hebben hier de lower carbs tortilla wraps. Een klein muesli reepje. We hebben de color catcher sample. We hebben gedroogd fruit. Dit was ananas. We hebben de suikervrije pepermuntjes. De zalf tegen de, vooral de blauwe plekken en dat soort dingetjes voor het vallen. Make-up doekjes en een noedelsoepje met eendensmaak. Een klein jammetje kers. Vier keer de keelpastilles. We hebben koffie en appeltaartchocolade. En we hebben speculoos. Oh, lekker! Wij hebben, oh ja, die lag er nog tussen, van die Napoleon kleine balletjes. We hebben de noedelsoepje Japanse curry. We hebben de Camille hand- en nagelcreme. De organics. Een soort van die babyfruithapjes. Ja. Met appel, ananas en kokosnoot. De volkoren pastijtjes. De bubbelfris. Niet de dubbel, maar met bubbels dus. Mango en passievrucht. De almond macchiato zakjes. Dubbeldrank, sinaasappel, perzik. We hebben de Wiki 0% suiker met aardbeiensmaak. Oh, we hebben de koffie, bonen, espresso, couscous, kant en klaar en de fijne havermout. Hebben we dan alles gehad? Ja, volgens mij wel. Nee, de briefjes. Ja, en dan natuurlijk die foldertjes, die briefjes inderdaad erin. Jeetje, wat een pakket, jongens. Wow. Ik vind hem niet normaal. En dan na te gaan dat dit slechts €14,99 heeft gekost. Ja, ik heb me inmiddels geabonneerd op een nieuwsbrief, dat wij dus een berichtje krijgen zodra er weer een nieuwe box verkrijgbaar is. Want dit vinden wij ook stiekem best wel leuk. Naast onze Too Good To Go vlogs en de Unwasted vlogs. En wat er allemaal nog extra gaat komen in de toekomst. Wel een beetje jammer. We missen wel de inhoud van die pastijtjes. Ja. Maar ja, ik kan me herinneren, bij de vorige box kregen we iets van de pizzabodem erbij. Ja, dat kan wel. Ja, en daar zat voor de rest ook niks bij. Nee. Uiteindelijk hebben we daar wel gewoon een pizza van gemaakt door de onderdelen los in de supermarkt te gaan halen. Maar dat zou het pakket net iets meer afmaken. Ja. Dat je, net zoals bij onze vorige Unwasted unboxing, daar hadden we natuurlijk al die Dorito chips, maar ook de Dorito saus erbij. Ja. En dus misschien een tipje voor degene die dat maakt. Misschien dat het kan in de toekomst tot er een setje gemaakt kan worden. Ja, precies. Maar ik denk vooral dat het natuurlijk nieuw is. Zoiets, dat je dan dat krijgt. En de ragout is dan niet nieuw of zo. Ja, nee. Het ook niet. Nee, maar het maakt het net iets meer af. Hè. Doe dan gewoon al die sampletjes die je eigenlijk niet mag verkopen, wat erop staat. Ja. Gratis proefverpakking, mag niet verkocht worden. Wij hebben wel gewoon betaald voor deze box, hè? Ja. Maar dat je dan die er gewoon niet bij doet, of wel. Maar dat je, het maakt hem net iets af. Maar voor de rest zijn we echt super tevreden erover. Goed bezig. Ik heb een paar artikelen eventjes bekeken qua prijs. Ik dacht, een paar zijn dan opvallend. Ik denk, voor mij zijn die best duur. Zoals die. Die is dus blijkbaar al €12 zoveel. Dus echt €12,79 uit mijn hoofd was, geloof ik. Mm-hmm. En dan heb je dus van die koffiebonen hier in beeld. Hey, hoi. Hey. Die waren ook al €8,50. We hadden die couscous, die kant-en-klare, was ook al €2. Die Lotus speculoos dinges was €2,70. Dat zien we niet in beeld. Nee, dat komt hier voor je hoofd. Maar eigenlijk dus, nou ja, alleen al deze is dus al bijna de prijs van heel dat pakket. Maar het is echt bizar. Volgens mij zitten we echt wel aan 3 keer die waarde of zo. Dat we echt wel rond €45 uitkomen als je het allemaal gaat optellen. Goede deal. Zo, en dit was dus weer een nieuwe unboxing video van de Monsterdoos. Yeah. €14,99 hebben we ervoor betaald en hij is helaas op dit moment niet meer verkrijgbaar. Nee. Maar goed, mocht het wel zo zijn, dus dan kan je gewoon je erop abonneren op de site. En dan krijg je een berichtje zodra ze weer zijn. Precies. En mochten jullie nu willen bestellen
En gunnen jullie ons nu een of andere monster shirt, ja, schort of iets in die trant? Ja, precies. Gebruik dan even de link in onze videobeschrijving. Want als wij 5 boxen aanmelden, en dat kunnen jullie overigens ook als je iets hebt gekocht, kan je weer andere mensen aanmelden. Dan kan je dus kans maken of dan krijg je bij 5 aanmeldingen krijg je een monster shirt of een monster schort. Iets in die trant. Als we dan de volgende keer uitpakken, doen we die aan. Ja, dan doen we die aan. Speciaal voor jullie. Ja, precies. Dus gebruik even de link in de videobeschrijving. Nou, wij gaan deze vlog weer afsluiten. Wij gaan ons even lekker maken met al die lekkere chocolade. Dus en de chippies van de vorige vlog. Ja, de chippies van de vorige vlog. We hebben een hoop lekkers in huis. We gaan kijken wat we allemaal mee gaan nemen op onze vakantie. Waar jullie de vlogs in de komende periode weer van gaan zien natuurlijk. Ja. En dat betekent dat we deze vlog gaan afronden. Jammer hè. Jammer wel. Ja. Dus ben je nou nog niet geabonneerd, vergeet het dan zeker niet te doen door onder onze video op die abonneerknop te klikken. Aan de zijkant van die abonneerknop vind je een belletje. Als je daarop klikt, dan krijg je automatisch bericht zodra wij weer een nieuwe vlog hebben geüpload. Ideaal, mis je dus helemaal niks van ons. Precies. Laat natuurlijk... Soms hebben we heel veel. Ja, wat hebben we? Wat voor duim gaat het worden? Nee. Een verrassingsduim. Verrassingsduim! Laat natuurlijk die verrassingsduim omhoog achter. En voor nu kunnen we niks anders zeggen. Tot de volgende vlog! Doei! En blijf nog heel even kijken, want na de outro komen nog een paar leuke bloopers. Ja. Die fouten gaan. Ja, die niet helemaal goed gingen. Nee. Doei! Wat zei je? Huh? Hi. 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 Hallo. Hi. Hi. Zo. Iets harder. Misschien valt die hele losse tand er dan uit. Ja, zo ja. Zo. Kijk. Oh, die speculoos. Oh, die speculoos. Oh, die speculoos. En dan na te gaan dat dit maar liefst... Nee, niet maar liefst. Dat dit slechts... Ja, dat was het. Garfield, die chillt ook even lekker met ons mee. Yeah. Wat ga je doen? Openmaken. Je wil dat gedroogde fruit, hè? Wil je proberen? En dat mag nog even voor het slapen gaan. Nou, hij gaat al wel een beetje. Nee, geef maar even aan papa inderdaad. Oh, gaat hij wel? Niet zo hoor, in het midden, want er vliegt alles in het rond. Als je hem zo scheurt, moet even het hoekje proberen. Kijk, er zit hier een lijntje die aangeeft dat je daar moet kunnen open kunnen maken. Nou, maak hem daar maar eens. Even open dan. Doe jij even voorzichtig open? Lukt het, schat? Nee! Zo. Oké. Het ziet er heel raar uit ook. Ja, dat is ook heel gek altijd, de gedroogde fruit. Lekker hoor. Yummy. Echt heel raar uit. Yummy. Zo, dat is zoet. Mmm, lekker. Oh, dank je. Lekker hoor. Huh? Waar is Nova nou? Het is een doos met benen. Een doos met benen, ja. Dat ziet er super gaaf uit. Hey! Nou, en dat was dus weer een nieuwe unboxing video van de... Nee, niet van de, van het monster. Van de lentedoos, monsterdoos. Ik denk de... Is het de monsterdoos? Het is de doos. De monsterdoos. Ja. Oké. Okay. Raar, hè? Je proeft nou echt gelijk appeltaart. Ja. Je zit gewoon chocola in je mond stoppen en je proeft gewoon appeltaart. Ook echt maar het eerste stukje al. Hoe dan? Mm. Lekker. Mm-hmm. Dat wel. Mm-hmm.